Zoals sommigen van jullie al wel gezien hebben, maak ik ze nu en dan ook leuke breiwerkjes. Filmpjes waarin ik je leer mutsjes breien en sjaaltjes, maar ook leuke knuffeltjes. Dus Crazy Knits lijkt me daar leuk bij passen, dus ik ga je zo meteen dit pakketje van Crazy Knits laten zien. Dit zit dus in mijn doos. Het is een werkbank waarmee je dus aan het breien gaat. Dit is dus een breiring. Ik kan mijn breiring er ook afhalen. Dus hij zit zo vast, maar je kan hem ook zo afhalen. Dus stel dat je hem toch liever apart los op je schoot wil hebben, dan kan dat. Maar je kan hem ook afhalen omdat je dus je breiraam er misschien op wil plaatsen. Hiermee ga je de sjaaltjes maken. Hier kun je trouwens ook leuke knuffeltjes mee maken hoor. En met een breiring maak je onder andere een muts. Dus hier heb je dan dus plek waar jij je breiraam aan vast kan maken. Je hebt hele mooie bolle garen. Die zijn gewoon echt heel erg mooi. Heel speels. Echt heel leuk. En je hebt dan een breihaak waarmee je dus je werkjes dan dus maakt. 4 bolle garen van mooie kleuren in totaal. En je hebt een zakje met eigenlijk hele leuke franjes. Waarmee je dus bijvoorbeeld aan de zijkant van je sjaal kan je dus hele mooie franjes laten hangen. Dus dat is wel, wel leuk en ziet er ook heel mooi uit. Dan ga ik zo mijn breiringen vastmaken. En dan ga ik je laten zien hoe ik daar dus met deze breigaren dus een mooie muts ga maken. In mijn pakketje is ook een handleiding die er onder andere ook in het Nederlands is. Als je eerst goed kijkt begint die eerst in het Duits. Maar dan moet je daarna dus op zoek gaan naar het Nederlands. En daaronder steeds Frans. Met de handleiding leer je dus de basissteken. De basissteken voor je breiring. Maar ook de basissteken hier voor je breiraam. Dus dat is wel heel handig. Verder heb je ook stickers die je dan zelf op je werkstation moet plakken. Hier zie je dus bijvoorbeeld een liniaal. Nou, die plak je dan dus aan deze kant. En als je dan dus draden moet gaan meten, dus je weet hoe lang je je draad moet hebben, dan kan je dus heel mooi hieraan afmeten met de liniaal en dan tierenlantijntjes als versiering. Dus dat ga ik dan even opplakken. Ik heb alle stickers opgeplakt en ik heb mijn liniaal heb ik opgeplakt. Alleen bij het opplakken ontdekte ik dus dat het gaat om inches en niet om centimeters. Dus dat is voor ons niet echt handig, want 1 inch is ongeveer 2,5 centimeter. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Aan de andere kant denk ik ook, mocht jij Engelstalige werkpatroontjes hebben wat dan in inches gemeten wordt, nou, dan heb jij gelijk een inchesmeter. Maar anders dan dat heb jij hier wat minder aan, omdat wij dus centimeters hebben. Dit is op zich heel, heel dun. Zolang die in het werkstation staat, is het gewoon goed. Is het stevig, kan je lekker op je rug dragen en je muts valt dan hier naar beneden. Dus dat is wel prettig. Hier kun je dan onder andere je haak plaatsen. Want meestal dan had ik alleen een breiring en mijn haak en die raakte ik vaak kwijt op de bank. Nou, hier heb je een mooie plek waar je het in kan bewaren. Je kan ook je andere spulletjes waar je op dat moment mee aan het werk bent, kun je het hierin bewaren. Je bol wol kan je er een beetje in proppen. En wat ik hier verder handig aan vind is dat je aan deze kant waar je de knopen omheen draait, zal ik je straks even laten zien, steekt dit een beetje uit. Dus dat is wel fijn, waardoor je bol wol dus niet heel snel ervan afschiet. En je hebt hier hele handige gleuven in. Dus op het moment dat jij dus je lus van je pin af wil halen, dan kan je dus lekker met je haak in deze gleuf gaan. En dat is wel heel erg fijn, want ik gebruik ook andere breiramen. En ja, dat waren op zich best goedkope breiramen. Dus mijn gleuf zat niet altijd aan de juiste kant en dat werkte ook niet altijd prettig. Dus wat dat betreft werkt dit werkstation, hè, en de breiraam wat erbij hoort, werkt daar veel prettiger bij. Alleen als ik het los zou halen, dan vind ik dit wel een beetje aan de dunne kant. Vooral ook omdat ik gewend ben aan dikke, brede breiramen. Of breiringen. Dus dan is het prettiger om dit dan toch in het werkstation te laten. Maar dan tijdens het breien zal je dus op je schoot, je werkstation, als je het op tafel hebt, steeds zo eraf moeten halen. En dan ga ik nu een beginnetje maken met mijn muts om jou een idee te geven hoe dit allemaal werkt.
Ik ga het niet helemaal uitgebreid laten zien. Wil jij zelf ook weten hoe ik deze muts maak en hoe jij heel simpel ook een muts zou kunnen maken met het werkstation? Dan plaats ik nu hierboven een linkje voor je waarin ik uitgebreid uitleg hoe jij heel simpel een muts zou kunnen maken met de Crazy Knits. Ik ga een lusje maken. In het filmpje laat ik je ook heel duidelijk zien hoe jij zelf zo'n lusje kan maken. En dan ga ik dus de eerste steken erop zetten. 8 aan de binnenkant en eromheen draaien. Zo ga ik dus overal een lusje draaien. En dat doe ik dus met 2 bolle wol tegelijkertijd. Want dan wordt mijn muts wat steviger en ik vind het er gewoon heel mooi uitzien met deze 2 kleuren. Dit ga ik in totaal 2 keer doen. Dus ik heb nu overal, zeg maar, 1 steek ben ik erop aan het draaien. En dan ga ik nog een keer, zodat ik 2 steken heb op iedere pin. Ik heb nu overal 2 lussen opgedraaid. Ga ik je zo meteen laten zien. Maar ik wil even mijn draad vastzetten. Dat is dus het handige aan mijn werkstation. Hieronder is een losse pin. En daar kan ik mijn draad dus zo onder duwen. En dan zit het vast. En dan kan het niet meer loslaten. Dus dat is ook een voordeel boven losse breiringen. Dat ik hem dus zo eronder kan plaatsen. Nou, als ik zo dit optil, dan zie je dus dat ik hier 1 lus heb. En daaronder ook een lus. Dus ik heb overal 2 lussen gedraaid. Bestaande uit 2 bolle wol. Want ik werk dus nu met 2 draden tegelijk. Wat ik dus nu ga doen, en dat ga ik eigenlijk de hele tijd doen, is je begint waar je was gebleven. Hier zit mijn draad dus nog aan vast. De onderste lus pak ik met mijn breihaak. En die haal ik van de pin af. En dan blijft dus overal een bovenste lus blijft dan achter. Dus ik pak de onderste lus, die haal ik er vanaf, blijft de bovenste lus achter. Nou, ik ga dit nu gewoon met de camera uit helemaal afmaken, de muts. Wil jij zelf ook deze muts maken? Volg dan het linkje wat ik je net al had laten zien. Ik ga hierboven voor jou mijn afspeellijst linken. Want dan kan je zien wat je allemaal zou kunnen maken met een breiring. Maar ook met het breiraam. Je ziet bij sommige van mijn werkjes het loombord. Maar daar kan je ook gewoon zo'n breiraam voor gebruiken. Wat ik je hier laat zien. Dus ik ga mijn muts afmaken. En dan laat ik het je zo meteen zien. En dit is dan de muts die ik ermee heb gemaakt. Nou, zoals je ziet, mooie kleuren. Mooie bolle wol dus. Lekker warm. En nou, heel erg simpel eigenlijk om te maken. Ik hoop dat ik jou goed heb kunnen laten zien wat Crazy Knits is, hoe het eruit ziet en wat je ermee kan. En nou, vind je dit soort filmpjes leuk? Van tijd tot tijd laat ik je eens spulletjes zien die leuk zijn om mee te werken. Ook heb ik heel veel breiwerkjes waar je dus naar kunt kijken en die je dan zelf ook kan maken. En alles is ook te vinden op mijn website www.jefjannie.nl. Doepa doe!